Al Creamy brengt gewoon een stukje taart naar haar trainer. Super grappig. En als... als laatste hebben we nog wat vets. Kijk even naar deze mooie Charizard doos. Hier zitten ook echt magneten. En dan sla je hem zo open. Het is echt een hele luxe doos waarin je je Pokémon kaarten ook echt kan bewaren. Check deze Charizard! En het is alweer een tijdje geleden dat ik Pokémon kaarten heb uitgepakt. Dus ik dacht, laten we het goed doen. Wil jij dit vaker zien? Gooi even het duimpje aan dan. En abonneer gelijk even. Alle spullen zitten in dit soort luxe gouden doosjes. En er zitten pakjes in van Lost Origin, Astral Radiance, Brilliant Stars, Evolving Skies en natuurlijk Fusion Strike. Oftewel de vetste Pokémon Sword en Shield series. Er zit een hele mooie Charizard munt bij. En uiteraard drie hele toffe Charizard promo kaarten. Deze vind ik echt onwijs cool. En dan hebben we ook nog deze Charizard V-Max kaart. Zal ik ze gewoon nog een keer laten zien? Omdat Charizard zo'n beetje de favoriete Pokémon is van heel veel mensen. Onwijs cool. En die gaan we gelijk in deze hele toffe sleeves doen. Want dit is echt een hele zeldzame box die bijna nergens meer te krijgen is. Oh, en alsof dat nog niet genoeg was. Kijk even naar deze playmat dan. What? Die zit er ook nog bij. Holy moly, jongens. What? Zo vet. Nou, laten we maar snel alle pakjes gaan openmaken. En we beginnen met Lost Origin. En de eerste codekaart is gewoon gelijk voor jullie. Let's go! We beginnen met Electric. Machoke. Oh, ken ik deze kaart? Heb ik überhaupt deze serie veel uitgepakt? Ik weet het niet eens meer. Daarna hebben we Gloom. Clefairy, die ken ik wel. Wurmple. Murkrootje. Lickitung. Deze serie heb ik echt niet veel uitgepakt. Horsey. Een Reverse Inkay. En als laatste, oeh, gelijk Snorlax. Gelijk een Holo Rare. En volgens mij heb ik deze inderdaad nog niet. Lost Origin heb ik denk ik het minst uitgepakt van al deze series. We hebben gelijk nog een pakkie. Pakje nummer 2. Met een Silcoon. Opnieuw de Machoke. We hebben Iscan. We hebben Electrike. Shuppetje. Wurmple. Tynamo. Seedot. Reverse Poliwhirl. Vette kaart van Poliwhirl. Kijk hem zitten als een baas. Heel vet. En als laatst een Dewgong. En nu drie pakjes van Astral Radiance. Ik gun jullie gewoon al die codekaarten. Misschien dat ik daardoor nog meer duimpjes van jullie krijg. Zou tof zijn. We beginnen nu met Psylene en Yanmega. Een Duot. Dan hebben we hier Rowlet. Bronzor. Chatoad. Ponyta. Wat is er? Oh, ik zag wat. Ah, spoiler. Spoiler. Wat was dat voor een leuke kaart? Het is Kingdra. Ik hou zo van die TG-kaarten. Ik vind deze misschien nog wel leuker dan die VMAX-kaarten en zo. Ik hou er echt van. Kijk, deze Kingdra met de trainer. Het is gewoon heel cool. I love it. Dit is gewoon de eerste leuke pool in deze video. En als laatst... Nou ja, Cleaver, maar verder geen bijzondere kaart. Maar Kingdra knallen we gelijk even in een hoesje. Alsjeblieft, deze is weer voor jullie. En dan gaan we meemaken wat we uit dit pakje pakken. Een Spicy Seasoned Curry. Magneton. Een Gape Jaw Bolt. Cricketoad, Hoothoot, Yanma, Standler. Oh, wacht. Scyther natuurlijk weer. Een Misprit, de Reverse Holo. En als laatste... Oeh, nu hebben we iets moois hoor. Nu hebben we iets moois. Een Machamp V. Oh, deze kaart brengt me terug naar mijn battles met B. Wel een coole kaart hoor van Machamp V. Heel nice. Ik ben tot nu toe zeker niet ontevreden hoor, jongens. En dan zijn we alweer bij het laatste pakje Astral Radiance. Knallen we er weer vier naar voren. En gaan we kijken wat hierin zit. We beginnen met een Heavy Ball. Dan Killava, Bisharp, Chatoad opnieuw, Ponyta, leuke kaart, Rufflet, Burkamite, Growlithe, Hisuian Growlithe, de Reverse is een Hippopotus en als laatst weer een vette kaart, een Darkrai V. Holy moly, lekker. Astral Radiance gaat heerlijk, jongens. Hoppakee, Darkrai V. En dan zijn we nu toegekomen aan drie pakjes Brilliant Stars. Codekaartje. En daar gaan we weer. We beginnen met Clang, Torkoal. Cynthia's Ambition. Oeh, deze kaart vind ik ook wel leuk. Die heb ik volgens mij ook nog niet vaker gezien. Nice. Chimchar. Baltoy. Axew. De volgende Nosepass. Dan hebben we hier Snorunt. Reversie Dusclops. Ik ga stuk op deze tekening. En als laatst, Wormadam. Snel door naar het volgende pakje. Alsjeblieft. Misschien brengt het geluk dat we weer zo'n 4-star kaart hebben. We hebben in ieder geval Gloria. Focus, focus. Staravia is de volgende. Dan hebben we weer een trainerkaart. Barry. Impidimpi. Golett.
gasvorm, een chimchar opnieuw, een baltoy opnieuw, reverse crawl don't, en als laatste, ja, de Drampa V. Oh, we gaan wel lekker met de V-kaart hoor. Kijken of we nog wat rainbows of V-max kaarten eruit kunnen halen, of misschien wel een gold card. Maar de V-kaarten gaan tot nu toe heerlijk. Laatste pakje Brilliant Stars, alsjeblieft. Oké, let's go. We hebben hier Gabite, Grottle, Barry, Baltoy, Snorunt, Nosepass, Milkery, niet hele bijzondere kaarten, Kupchu. Oh ja, deze is vet leuk. All Creamy met de trainer. Ik heb deze eigenlijk nog nooit gezien, maar ik vind hem echt heel leuk. All Creamy brengt gewoon een stukje taart naar haar trainer. Super grappig. En als... Oh, oh, als laatste hebben we nog wat vets. Wow, ja, Samazenta V. Wow, deze is onwijs vet. Hele dikke full art, jongens. We hebben gewoon een dubbele pool. All Creamy en Samazenta V. Woep, woep, woep. We hebben tot nu toe 8 pakjes gehad. En we hebben gewoon al 6 hele goede pools. Uiteraard deze Samazenta V. Een All Creamy TG kaart. Dan hadden we Drampa V, een Darkrai V en een Machamp V en dan nog deze Kingdra TG kaart. Laat even in de reacties weten welke kaart van deze eerste helft van de pakjes jij het vetst vindt. En dan straks als we de andere helft hebben uitgepakt, dan laat je ook nog even weten welke je van die helft het vetst vond. Oké? Deal. Ik denk dat ik voor deze El Creamy ga, die vind ik echt zo leuk. Oké, jongens, 3 pakjes Evolving Skies. En vandaag is het feest, ik geef ze gewoon allemaal weg. Let's go, Fighting Energy. Hippo Down, Tentacruel, The Rubber Gloves, Cutiefly, een Pikachu, een Applin, dan Lillipup, een Emolga, Reverse je Hitmonchan, Single Strike, die is cool, en als laatst Stoutland. Ja, het kan niet altijd feest zijn, hè? Niet ieder pakje is goed, maar misschien dit pakje wel. Kijk, Fire Energy is altijd goed in het begin, toch? Copycat, The Rapid Strike, Scroll of the Flying Dragon, en volgens mij zie ik inderdaad een randje, jongens. We gaan gewoon heel snel door, want ik zie wat moois. Ik zie wat moois. Wat gaat het zijn? Rufflet, Hoppip Reverse. En als laatst... Het is Duraludon V. Oké, ik heb wel eens toffere Pokémon kaarten gezien. Maar het is gewoon wel weer een pool. Het is gewoon dikke prima. Elke pool is nice. Nog een code kaart. Ik heb er weer 4 naar voren gedaan. We beginnen met Vigoroth. Een Dream Ball. Een Zinnia's Resolve. Bagon. Woobat. Timepool. Een Psyduck. Eevee. De Rescue Carrier. En een Tevil. Maar nu... Fusion Strike. En daar zit natuurlijk een hele vette Gengar kaart in. Codekaartje. 4 naar voren. En heel erg hard hopen op Gengar. Oeh, deze Hariyama is cool. Begint goed, begint goed. Breloom, Cross Switcher, Dynamo, Galarian Meowth en Gossifleur, Panpour, Shinxie, Reverse Darkrai en als laatst Blissey. We hebben nog 4 pakjes. Sowieso zit daar nog wat moois in straks. Let's go. Daar gaan we weer. Een Beware, een Skaterspark, Lopunny, Geodude, Sizzlipede, Klefki, Pansage, oeh, een Woeloetje, Reverse Grammomatic en als laatst, ah, Starmie. Kan beter, maar ik ga zeker niet zeuren. Nog 3 pakjes. Hoop op minimaal 1 goede Fusion Strike pool, dat zou lekker zijn. We gaan door met Copperajah, Dreepy, Makuhita, Rookidee, Galarian, Darumaka en Sizzlipede, Reverse Woelo en als laatst, ja, 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 in ieder geval een poeltje, Genesect V. Genesect is wel een van mijn favoriete Legendary Pokémon. Ik vind die heel cool. Ik vind het zo cool dat je hem gewoon van type kan laten veranderen door het item wat je hem geeft. Love it. I love Genesect. Het één na laatste pakje. En net begonnen we volgens mij ook goed met de Fire Energy, toch? We hebben Dreadnought, Crossiever, Sliggoo, Munna, Meowthier, Meryl, Helioptel, Wooloo, Fantub en als laatst... Absol. De allerlaatste! Ja, en wat een vette box was dit, hè. En als je hebt genoten van deze video, knal dan sowieso de duimpjes omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet niet te abonneren, zet het belletje aan. Dan mis je geen enkele video op dit Nintendo-kanaal. En dan gaan we kijken wat onze laatste pool van de dag is, jongens. We hebben Morpeko, Reverse Gorbis. En als laatst hebben we inderdaad een pool. De laatste kaart is een hele mooie. En wat is het dan? Wat is het dan? Wat is het dan? Breloom V! En zo hebben we best wel veel cool de 4 kaarten. Laat nog even weten welke van deze 3 kaarten jij het vetst vond uit de tweede helft van deze video. Ik ga zelf voor Genesect. En dan bedank ik jullie allemaal weer voor het kijken. Laat het ook even weten als je wil dat ik meer Pokémon kaartenpakjes uitpak. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Mazzel!